leuk. Nou, om u echt de live te mogen ontmoeten. Ik ben hier nog geen 5 jaar. Ik heb al 6 kaarten versleten. 1 ligt in de play, 1 is doorgetrokken, 1 op het strand, de ander in de sportschool. Ik heb er allemaal geen ene kut aan. Zing met me mee van morgen vroeg. Hier op het plein, hier op in de kroeg. Het is natuurlijk totaal achterlijk, want het water is hartstikke warm. Bij ons is het koud. Maar hier gaan ze erin. Ja, hier durf ik er ook wel in. Nou, fijn. Ik met Gerard Joling. Heel graag gedaan, jongen. Ja. En je plekje wind ook hier zo. Maar wat doet er al die mensen eigenlijk weg? Tot ziens, Rie Joling. Dank u wel even. Het. Ja, ik hou toch van de humor. Met me mee, tot morgen vroeg. Hier op het plein of in de kroeg. Zing naar het volle bord. Wat kan jou schelen? Zing maar ons op velen. Hallo Gerard. Goedemorgen. Goedemorgen. Oh, wat heb jij veel spullen mee, hè? Dat is alleen maar handbagage dit, hoor. Ja. Het ziet er goed uit. Ben je bij de kapper geweest? Nee. Ja, van de week al. Ja, zo'n handbagage. Ja, dat is toch prima? Nu naar mij kijken. Oh, sorry. Ja, dankjewel. Hartelijk dank. Zo zie ik er dus uit naar 9,5 uur vliegen. Alles een beetje ingedroogd en opgedroogd. Het was een hele mooie vlucht. We zijn bijna nog 10 minuutjes, 5 minuutjes, 7 minuten en dan landen we. Ik zit naast een hele charmante dame. Goedemiddag. Ja. En die gaat gezellig naar haar familie toe. Yes. Die zitten met z'n allen prachtig uit. En ik heb een paar beetje... Nou, achterburen mag geen naam hebben. Ja. Ik kan het niet goed zien ook. Maar goed, maar een hele aardige stewardess zit er ook allemaal aan boord. Oh, dat mag niet gefilmd worden eigenlijk, hè? Nou ja, goed. We komen er altijd nog aan. We zullen het zien. Nou, heerlijk. Ik heb er zin in. En jij hebt vast ook een hele fijne vakantie. Geniet. Bedankt voor de gezelligheid. Ja. En de groet aan je familie. Misschien zie ik je nog wel. Wie weet. Ja. Geniet ervan. Dankjewel, jij ook. Heel goed. Hé, daar hebben we, hoe heet het? Ja, daar gaan jullie lekker op klimmen en dan maak en neem ik lekker een helikopter. Kijk hoe goed jullie het doen. Dat denk ik gedaan hebben. Je bent toen op een leeftijd. Ja, tuurlijk. Jij denkt dat kan ik je niet... aanraden. Dat is goed te doen. Heb jij het ook gedaan? Ja. En hoeveel kilometer is het ongeveer? Geen idee. Maar 's ochtends vroeg beginnen. Is het niet te warm. En dan wel met een rugzakje mee. 2 uurtjes heen, 2 uurtjes terug. Denk ik, ja. Kun je rekenen? Ik reken er nog niet op. Mooie landing. Nou... Nou, bedankt. Jij hebt de huisjes gered. Yes. Jij hebt de huisjes gered. Oh, god. Wat een toestand. Oh. Ja, Bert. We kunnen beter met jou vakantie. Dan bent u. Dat is leuk. Nou, om u echt live te mogen ontmoeten. Dank u wel. Ik ben een fan namelijk. Oh, dat is heel goed. Ja, ja, ik kan er niet van maken, meneer. Dank u wel. Dank u wel. Nou, ik zit even gezellig hier. Hoe heet het hier? Roemers? Nee. Wanneer? Op Curaçao. We zitten gezellig hier op Curaçao. Met Glenn, met Nino, met Danilo en met Bertje. En we krijgen net garnaaltjes met lekkere tampoeroe garnalen, weet ik veel. En, het is heel... en we hebben een hele leuke bediening, kijk. Charmante dame. Oh. En die bedient ons heel goed. Jawel, zeker. Top, een topper ben je. Het ziet er natuurlijk hartstikke leuk uit. Ik word hier toch altijd heel blij van. Gezellig. Ik zie al voor alle hotelgasten. Volgens mij voor het eerst. Het is toch voor het eerst dat jullie dit doen? Dat ze de kaarten ophalen bij de hotelgasten. Kijk eens. Wat leuk. Is dat eigenlijk helemaal niet wat leuk? Hallo. Kijk eens, de drank zit er al in. Dan neem ik er ook maar één, hè? Heel snel. Wat ziet het er gezellig uit, joh. Lekker biertje, lekker wijntje. Leuk. Kijk eens even, dames en heren.
Allemaal bekende, hallo. Hallo. Nou jongens, dat ziet er gezellig uit. Ik wil wel die wijn. Lekker. Nou, is dat leuk geregeld of niet, van het Lions Dive? Hey, Danilo. Het is allemaal bekende mensen. Allemaal gezellig. Nee, weet je nou weer? Heb jij nieuwe lampen die zo de bank gegooid bij jou, of niet? Nee, ho, 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 ho. Ik voel niet te geloven. Veel te bruin, die man, of niet? Dank u wel. Proost. Gezondheid, jongens. Dat jullie nog maar lang mogen lusten. Heb jij wel, Danilo? Ja, zeker. Proost. Moet nog... 8 minuten, dan heb ik 90 minuten op het ding gestaan. Ben ik er ook wel klaar mee, hoor. Anderhalf uur. Moet bloedhitten. Maar ik moet vanavond optreden, dus ik moet wel een beetje conditie hebben. Kijk, ik heb even zo in. Ja, hier liggen nog wat shirts. Die deel ik met mijn optreden uit. Die zijn gebruikt voor de show of voor reclame te maken voor mijn site. Dus het zijn nogal wat. Het is dit Shangri-La, kerstbeest. Oude collectie, dag schat. Maak me gek. Ho ho ho, douze point. Nou, dit zijn de sweaters. We gaan raket nu. Ik heb er de ballen voor. Ik heb er ook de ballen voor. Volgevreten kerst. Nou ja, dat hebben we wel gehad, hè? Shangri-La. Sorry, I'm late. 12 points. Haha. Nou, we gaan het zien. Gezellig. En ik ga lekker wat eten nu. Nou, ik ben natuurlijk weer eens een keer met een kaartje vergeleken. Ik ben hier nog geen 5 dagen. Ik heb al 6 kaarten versleten. 1 ligt in de play. 1 is doorgetrokken. 1 op het strand. De ander in de sportschool. Ik heb er allemaal geen ene kut. Dan moet ik weer naar die kutreceptie. Ik wil nu een kaartje halen. Ja, we zijn even een soundcheck aan doen. Ja, hier is Danilo. Hier is onze geluidstechnieker, deze dame en deze meneer. En hi, hoe is het? Hallo, ja, lekker. Goed zo. Komt het goed allemaal? Ja, zeker. Lekker. Zeker. Nou ja, en we houden hopen dat we droog houden. En we staan wel goed qua wind. Die kant op. Ik hou het. Hé, hey, nu al zien. Hartstikke leuk. Graag gedaan, dankjewel. Zullen we de smaak proberen? Ja. Even scheren, zie ik. Wat gaan we doen hier nou laten zien? Welke doen we nu? Nou, heel veel hoor, vind ik het. Veel? Ja. Nee hoor, dus het gaat goed komen. Maak me gek, dan doe ik de medley. Dan doe ik een stukje Tino, André Hazes, Bonnie Sinclair, dan duetten medley. Duetten medley, dat hoort daarbij. Dat heet gewoon duetten medley. Ja, dat is de duetten medley. Oké, dan doen we het los met z'n allen. Ja. Echte vrienden doe ik dan met Jeroen. Hoi! En dat doe ik daarna. Hij doet dan Ja Bent Zo, dat doet hij, hè? Ja. Dankjewel Jeroen, doe Can't Take My Eyes Off You. Doe Zing Met Me Mee met Danilo. Dan doe ik de Toreador en dan is het nog niet voorbij. Nou, dat is best wel lang. Maar wel leuk. Wel leuk. Ik ga ze optreden hier in Curaçao, bij Hemingway. Dat is helemaal uitverkocht. Danilo staat nu te zingen. DJ Tokkie hebben we gehad, samen met 2 fantastische zangeressen en ik mag zo nog de boel afsluiten. En ik hoor dat Kees Tolder ook gezellig is, ik hoor dat hij over de bomen is met zijn vrouw en zijn kinderen. Nou, het wordt toch een dolle boel! Ik heb er zin in, yo! Jeetje. Nou, dat ding kon ik gewoon 13 jaar niet aan, die kan ik ook weer aan. Dat is lekker als je het een beetje afvalt. Kan natuurlijk altijd beter, maar ik ben er blij mee. Zijn jullie klaar? Hemingway Curaçao voor een klein feestje. Een groot feest. Ik had die oortjes toe. We gaan zo meteen gezellig aftellen. Hier op het strand op Curaçao. Wat een prachtige setting. Wat een heerlijkheid dat jullie met z'n allen zijn gekomen. Ik zie dat mobieltjes al een beetje naar boven komen. Zijn jullie klaar voor de 1,
Rioli, Gerard Joling! Ja zeg! Ah, oh, wat een gezelligheid! Goedenavond met z'n allen, gaat ie goed? Ja! Heb je mij zin? Ja! Heb je ook vanmiddag nog een leuke regenbui over je heen gekregen? Ja! Denk je dat je op een tropisch eiland zit, zeg? Hè? Je mag wel een rubberboot meenemen. Maar ik hoop dat we nu lekker droog houden. Nou, lieve mensen, ik heb in mijn carrière al heel veel gewicht op mogen nemen. Maar een van de mooiste zullen samen met andere hazes blijven aan mij. De liedje stond 13 weken lang in Breda. Ook een prachtig liedje inderdaad, met Tino. Dat gaan we ook doen. En ook met mijn lieve vriendin Bonnie Sinclair. En ik heb hier nog een paar hele leuke. Even kijken, nog een kerstfeest, dat hebben we nog meer bij ons. Oh, voordat je het weet, lieve mensen, ga je gewoon in de uitverkoop. En dat heb ik mijn hele leven aan. Maar ik zie er nog niets meer. Is er iemand die het koud heeft? Rot voor jullie. Nou jongens, dit is een grote maat. Is er hier een grote kerel? Ik normaal doen met Jan Spitsing. Tuurlijk, nou. Want ik ken de tekst. Echte vrienden, maak je de tekst en dames en heren, dat gaat er zo! Want echte vrienden, die heb je van doorleven. Die zijn er als het nodig is, al gaat het mis. Je voelt je nooit alleen. Nou, zie ik dat fantastisch. Het is toch een aardige jongen hoor. En ik heb een liedje dat heet Zing met me mee tot morgen vroeg. En dat zing ik samen met Ben Nieuwe. Wat ga je doen, Giro? We gaan even naar de nieuwjaarsduik. Nou, dan sta ik toch op de springen natuurlijk. Leuk iedereen. Ik heb een shirt van je gevallen. Dat meen je niet. Is die veel te groot? Ja, dat is toch niet normaal? Het is net een jurk. Nou ja, je hebt hem wel. Totaal achterlijk, want het water is hartstikke warm. Bij ons is het koud. Maar hier gaan ze erin. Ja, hier durf ik
Ben jij ook nog duidelijk, Kees? Schoonzwemmen ga ik zo even. Oh ja, duidelijk. Jij bent echt raak. Doe ik wel mee. Ja, dat is toch enig dit? Dat dat allemaal kan. Hey. Leuk hoor. Nou zeg, zie ik daar toch in de verte Irene Moors. Die zoekt gelukkig ook nooit de drukte op, die Irene. Het is lekker rustig hier, Irene. Jezus. Liever. Niet zo hard praten, Geer, anders horen ze hier. Oh ja, ja. De beste wensen. Dan gaat het liever. Beste wensen allemaal. Beste wensen allemaal. Ja. Dat liefie. Hallo. Hoe is het, schat? Happy New Year. Hoe is het? Ja, goed, gezellig dat je er bent. Van het nieuwe jaar. Heb je nog een snack? Ik moet vliegen. Oh, lekker. Helemaal top, schat. Heb je goed gehad gisteren? Ja, superleuk, superleuk. Ja, kaarten waren op. Ja, beter. Wat is het hier? Kees is er. Had ik niet gedaan. Oh, Kees. Nou, Kees Tolp ook lekker de rust opgezocht hier. Vreselijk. Je giert natuurlijk weer om de publiciteit. Ik word er toch niet goed van, vriend. Hoi. Waar was je nou heen gisteren in één keer? Nou, ik was in één keer, zag ik het licht. Maar dit vind ik ook vrij apart, hoor. Zo iemand gedacht zeggen. Vloggend ervoor. Nou, dit is Curaçao zoals het niet zou moeten zijn, toch? Nee. Het regent een beetje. Niet. Kijk. Een klein beetje. Het is gewoon, het hagelt gewoon, moet je horen. En we doen maar net of we het heel leuk vinden. Vreselijk. Hallo. Nou ja, het zonnetje gaat zo wel weer schijnen. En ik zeg nou, ik wou een foto met je maken, weet je wel? Dat ik naar mijn broers en mijn zussen, weet je wel? Leuk. Zeg nou, kijk hier, ik ben Gerard, weet je wel? En dan zit ik hier bij in de taxi. Exact. Top, 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 top. Nou, ik vind het echt leuk hoor. Maar gaat het de rest goed? Je hebt het druk zeker nu, hè? Nou, ik ben net begonnen. En toevallig, ja. Jij als mijn eerste gast in mijn auto nu. Weet je, hè? En ik denk aan je vanmorgen. En hier zit je bij mij. Nou, kijk. Dat kan geen toeval zijn, hè? Ja, dat vind ik. Dan gaan we straks even een mooie foto maken voor je familie. Zeker weten. Superleuk, man. Ja, man. Nou, fijn, ik met Gerard Joling. Heel graag gedaan, jongen. Ja, ik wens je een fijne dag. Jij ook, man. En een gelukkig nieuwjaar. Ja, maak er wat van, hè? Ja, ja. En de groet aan de family, man. Ja, dank je, man. Maak er een mooie dag van. Dank u. Ik ga zo even wat eten met Annelies en met Kees en met Wino en met Bert. We gaan even bij de Moed eten hier aan het strandje, hier bij... Lines daar en bij de andere hotels. Dat vind ik best wel leuk. Dus we hebben er zin in. Het was erg regenachtig, dus we zijn nu. Het is nu even droog. Bij Annelies, morgen 7 uur.
zijn. Ja, lekker. Als je al hoort. Dat gaat wel lukken, dat hoor ik net. Ja. Wat ga je doen dan, Annelies? We gaan een berg beklimmen. Een berg beklimmen. Ja, wel, Bert? Ja, we gaan met z'n vijven, vieren. En nu met z'n vijven. Vijf. Frans Jan, Annelies, jij, Wino, zin in. Gerrit, jij gaat niet mee op die berg. Ja, ik weet het niet. Hoi. Hoi. Ik moet er nog over na te denken. En we hebben het eten en de drank en de wijnkaart. Het staat op één kaartje. Ze denken zeker dat we gaan joelen hier met z'n allen. Nou, dan heb ik een nieuwtje voor je. Gaat niet door. Wat ben jij warm, Kees? Lekker. Ja, lekker. Ja. Jij wil een leuk wijntje, toch? Ja, nee, dat is iets gek. Ik heb er geen zin in. Ik heb er geen verstand van. Ik wil naar rood. Oké, is dit de goeie? Laat eens kijken, even kut liever. Ja hoor, ja? 2011 Margot, nou, mooie kan je niet krijgen. Zeker niet. Prachtig. Oké, nou, wie gaat proeven? Nou, laat mij maar even proeven, want met de kermisklanten wordt het niks vanavond, denk ik. Dat is bier. Oh, wat lekker zeg. Yes. Ook ruik het al. Maar dit is lang gelegen in de kelder, hè? Diepe kelder ook zeker, of niet? Zeker. Ja, ik ruik een kelderlucht, daar komt hij hoor. Lekker hè? Perfect. Super. Hier leuk. Nou, zeg Wino, waar gaan we naartoe? Naar de Albert Heijn. Nee. Nee, we gaan naar de Christoffelberg. Ja. En die gaan we beklimmen met z'n allen. Met Gerard. Met Gerard, die zit in de auto hierachter. Die wilde niet met ons meerijden weer eens. Nou, en ik vind toch dat ik heel goed rij eigenlijk. Zo. Of is die niet mee? Ik weet niet hoe we achterin hebben zitten. Wauw, ik kan net zo goed zingen, denk ik. We gaan een berg beklimmen. Maar het is een beetje problematisch. Het begint dan met de pakken linden. Dat betekent regen, nattigheid. Eén voor één naar binnen. Dat duurt per registratie 20 minuten. Nou, er zijn 80 mensen voor ons. Dus vanavond om een uur of 5 mogen wij de berg op, denk ik. Nou, heel leuk. Uur rijden. Hij reed als een krankzinnige. Ik denk van nou, ben ik wel goed verzekerd. Maar verder vind ik het heel erg leuk, kan niet anders zeggen. Het is echt een opdakje. Ja. Waar heb je Gerard gelaten? Gerard slaapt nog. Gerard was een beetje moe, zoals gebruikelijk. Dus alles voor 3 uur 's middags is eigenlijk lastig. Dat is lastig. Daar hebben we de eerstvolgende afspraak donderdagmiddag om 2:30 gemaakt, kan hij een beetje voorslapen. Oh. Nou, hoeveel is dat vandaag? De derde. Maar gaan we nou nog gaan we wat doen of blijven hier vergaderen? Hey, kijk uit voor die slang daar, Jules! Oeh. Ik sta te shaken op poten. Kijk uit, schat. Binder, als eerste was het volgens mij, hè? Ja, dat was iedereen. Frans-Jan. Wat zeg je? Wat zijn jullie sociaal die op mij wachten? Ja, nou echt. Maar je hebt het laatste stukje niet gedaan. Welk stukje niet? Het toppie. Ja, weet je, 6 meter, dat is 80 man. Ik denk, ik kan de kruis wel aanraken, maar... En je bent op je mooie All-Stars, wat is het? Ja. Ja. God. We gaan straks even gewoon in het soppie. Ja. Soppie, en dan zijn ze weer mooi. Ja. Maar jullie hebben wel geluk, jullie hebben lekker doorgelopen. Ja. Ik heb nog 2 keer onderweg een sigaretje geroken, lekker gezet. Wel lekker op mijn gemak. Ja. Alle deelnemers veilig thuis gekomen, jongens. Hey. Zo is dat. Lekker sigaretje. Alleen gevallen, Bert? Nee, het is een beker aanstellerij. Oh. Hè? Hm. Heb je wel weer een glissertje gemaakt? Nee, dat is gewoon een beetje schaaf. Gewoon, maar ik ben natuurlijk keihard, hè? Maar hoor je mij?
een taserklim. Ik heb afgezien, maar gewoon de bezemwagen gespeeld. Maar ja, ze hebben je van de week ook al langs de weg gevonden, dus... Ja. Nou jongens, het was lekker. Ja, was super hè. Kees en Alice gaan ook mee hè? Ja, gezellig. Gezellig. Het stinkt hier in die auto. Oh ja. Ja. Laten we eerlijk zijn, dan hebben ze wel smaak. Heb je kijk naar de ruitenwisser, wacht even. Gordels om. Ja. Heb jij gordel om? Ja. Heb je nou alweer die ruitenwisser aangezet? Ja, dat weet altijd gekloot, dat heb ik vorig jaar ook al. Hoe moet het ding uit jongens? Je gaat de achterruitenwisser aan. Wat een waardeloze auto joh. Nou Bert, en ja dat zie ik al, daar heb ik ook geen moer. Je weet het ook niet. Dat is de achterkant. Ja. Nou, dan. Je hebt nog geen licht. Nee, je moet ook licht hebben. Oh ja. Gaat dat niet automatisch? Nee, schijnbaar niet. Ook licht. Maar wacht even, die ruitenwisser moet toch? Gaat nog sneller ook nu. Heel goed, Bert. Ja. Ja. Nee. Nou. Oh. Ja. Wat een waardeloze kar. Ja. Zit er in mijn drive nu? Ja, nu wel. En wie gaat het hek open doen? Nou, die meneer. Heel goed. Sorry, ik moet er even langs. Nee, als je een stukje doorrijdt, gaat hij vanzelf open. Maar omdat je van deze kant komt, sta je eigenlijk in de weg dat hij niet naar binnen kan rijden. Nou ja, weet je. Moet ik nu ook nog op mijn vakantie overal rekening mee houden? Nee, toch? Nou, hij rijdt helemaal achteruit. Als jij nou ook een stukje achteruit gaat. Ja, ik ga nou niet meer achteruit. Dan moet je even wachten. Altijd vriendelijk blijven naar de mensen, hè? Ja, dat is het beste. Ja, 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 ja. Het is al veel agressie op de wereld. Ja, zo is het. En in jouw vak moet je vriendelijk genoeg zijn. Nou, hè? Kijk, nu is hij uit. Hoe heb je dat gedaan? Oh, oh nee, is niet uit. Zo. Heb je geen spijt dat je niet mee bent gelopen over die, naar die berg, Gerard? Nee, helemaal niet. Mijn hele carrière is al één berg waar ik tegenop zie. Het was wel heel leuk. Het is wel leuk voor jullie. Ik heb wel een keer wat meegemaakt. Anders zit je ook maar een beetje zuur ochtendjas erbij hier in de Curaçao. Hup, zeker zo, plek zat. Oh god, ik ben echt wel blij dat ik er ben. Heel goed kijken. Ja, vind ik ook wel. Yes. Ik ben blij dat ik er ben. We zitten even bij de heren, hier in Curaçao. We zitten lekker, ik heb een wijntje besteld. Mag ik het dan nu inpresenteren? Ja, goed hoor. Jij mag het presenteren, vriend. Is dat hem nou of niet? Content. Deze komt uit Argentinië. Dit is een hele mooie, volle afdrong, schijnt te zijn. Kijk eens even, wat een mooie fles. San Carlos de Cabernet de Franc, Argentina Cantena. Oh, wat een heerlijke kurk. Deze raakt helemaal goed. Hij weet hoe het moet, hè? Kijk eens, dank u wel. Ja hoor. Heerlijk wijntje. Mooie bier. Dank u. We gaan ervoor. Ja, we gaan ervoor. Samen met Kees, Annelies en Bert, zelf die telefoon. Lynn, met Wino. Ja, dat vind ik heel jammer, want je behoort wel bij het gezelschap. Ja, maar het is hier altijd heel gezellig. Je komt altijd bekenden tegen. Is dit een hele klasse van bus of zo? Hoe moet ik het zien? Echt waar? Ja. Wat heerlijk. Ik hou ervan. Hoi hoi. Allemaal bekende, gezellig. Nog de beste.
beste wensen, lieve mensen. Gaat ie goed? Zit je lekker? Toppers! Het is zo bloedgezellig hier. Leuke entrepreneurs en zakenmensen, we gaan deze bus in. Moet ik hier dicht? Nee, ze komen eraan. Sjaak komt er nog aan. Ja. Nou, dit is de uitbater, onze eigen Sjaak. Hey. Ja hoor. Hey. Ja, leuk hoor. Ik was al naar de sportschool geweest, Sjaak. Ja. Jongen, jongen, wat een arm. Bukken, zegt hij. Nou, die bus is daar nog niet van Kuur. Bukken! God, zie je allemaal achter. Wat een vrij. Ken ik eruit? Bukken! Wat zijn we van die rotboom op, joh? Dan krijg je zo'n doorn in je wang, weet je wel. Nou, dit is onze eerste stop. Na anderhalf uur in de bus gezeten te hebben. Prachtig. Dat is toch mooi, hè? Goedemiddag. Dit is een mooie zaak. Ding. En je plekt de wind ook hier zo. Maar wat doet er al die mensen eigenlijk met? Ik denk jij bekend Nederlander bent. Nee, ja, een ster. Ja. Nou, we zijn nu weer in een of andere tent zijn we terecht gekomen. En dat heet de Johnny's. Ik weet niet wie de echte Johnny is. Maar we gaan op zoek naar de echte Johnny. Jongens, wilde echt de Johnny zo opstaan hier? Gezellig hoor, jongens! Ik zit met Bert hier heel gezellig in de bus. Ze vinden ons, andere mensen, de entrepreneurs en zakenmensen, vinden ons denk ik niet zo leuk. Want kijk, ze zijn allemaal naar beneden gegaan. Het is zo vreselijk dit, joh. Oh, oh. Dat is lekker, zeg. Precies boven die boomstam. Wat een vreselijke rit. Dat doe ik niet. Waar gaan we nu heen? Naar de kerk. Dit is het hoor. Hey, 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 hey. Ja, mooi, juist en draai. Met de neus naar beneden. Omhoog, omhoog, omhoog. Trek bij, draai om, sta op. Ja, en een pirouette. En een bokspring naar de camera.
Dat was niet slecht, hè? En dat ben jij geworden. Nou, dat is grappig, maar het is niet leuk als iemand het zegt. Hoor. Oh. Hoe is Bert? Vermaak je nog een beetje? Ik heb het reuze naar mijn zin. Ja, wat heb je op je neus? Vanmorgen met lopen, weer tegen de tak aan. Tak. Bloed. Ik weet niet wat jij dat al doet met al die schrammen. Hoe is het, Annelies? Heerlijk. Geniet. En Kees? Super. Ben je bruin geworden? Lekker, hè? Ja. Hoe is het hier met je rug? Gaat goed, hoor. Fijn om te horen. Ja. En hoe is het met jou? Oh. Mij gaat ook goed. Ik ben een zandpirouette aan het repeteren. Nou, die was dus niet goed. Nou, oké, okay, nog eens prepareren. Hup. Jij kent het ook, hè? Doe jij het eens nee, één keer? Nee, ik kan jij het niet. Jij kent het beter. Nog ik één keer. Nee. Probeer hem eens. Nee, doe een halve. Een halve. Ik wil jou. Nee, maar doe dan de ballet, paradeu. Nee, ik ga niet jouw show nu wegkapen. Nee, ik ben je blazen. Dan moet er wel wat gebeuren, Kees. Ja, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zo, we zijn nu op de marinebasis Parera. Kijk. We zijn uitgenodigd voor een barbecue bij Defensie. Ik ben samen met Bertje en met Kees Tol. En we gaan eens even kijken of het nog een beetje gezellig is hier. Ik denk het wel. Jongens, jullie weten wel waar we heen moeten, hè? Kijk eens eventjes. Ja, we weten waar we heen moeten. Zeker. Ja, lawaai. Wij gaan ook zingen. Gaat u zingen? Nou ja, zeg maar jij, hè, tegen mij. Hè. Oh. Ja, dan dacht jou, hè, Git? Ja, dat is hoor, een beetje ouwe lul. Heb je gelijk in. Dankjewel, hè. Dank voor de service. Nou, dit is toch enig? Ja. Ik hou hier toch van. Kees, dit is toch enig? Ja, natuurlijk is het enig. We hadden ook op tijd moeten zijn, trouwens. Het is jouw schuld, Gebert. Nee, het is eigenlijk Kees' schuld. Maar die muziek hoor ik aan de andere kant, Bert. Welke andere kant? Nou ja, jongens, we zijn bij het leger. Yes. Begeleid. We zitten niet in een goede hoek, hier is het niet hoor. Wees daar, hè? Daar gaan we nu heen. Maar jij bent onze ridder in de nood, vriend. Ja. Kijk dat op. Kijk eens even, hier staan de legerauto's. Waar moeten we nu heen? Ja, ik loop met jullie mee. Hé. Oké, dan kijk hier zo. Nou, dankjewel vast. Wacht even, voordat je deur eruit Nou, ik zal er wel, ja. Hey, dankjewel. Alle ramen dicht. Alle ramen dicht. Ik wil je, lieve mensen.
477 calorieën. Nou, we hebben hier Jenko. Zeg ik het goed? Jenko? Jenko, ja. Jenko is eigenlijk is het de Servische naam, een Kroatische naam. Kroatische naam. En dat is de masseur. En hij is sterk, man. Hij is echt heel goed. En hij dacht eerst, nee, word ik in de maling genomen? Ik zei, nee, je bent echt goed, want ik hou van sportmassage. Ik sport elke dag, ik ben wat afgevallen, dus ik wil goed op die spieren. En hij houdt zijn kracht, dus dat is heel fijn. Dus voor alle mensen die naar Curaçao gaan, kijk naar hem, onthoud zijn naam, Jenko. En het is niet alleen een hele goede masseur, maar het is nog een aardige, vriendelijke man ook. Dus het is alles in één pakket. Topper! Super! Nou, dan gaan we eens even kijken. Hoe en nu ga ik liggen. En dat kan allemaal gefilmd worden. Ben je op je blote voeten hier nou? Nee, ik heb slippers. Oh, oké. Okay. Kijk eruit, hoor, want het is spekglad. Nou, we gaan naar Fuikdag, maar we zijn nog even aan het kijken wie er allemaal wel en niet in de auto passen. Ik heb nieuws voor je. Ik zit. Lukt het, jongens? Je bent een draak. Hey, lukt het? Ja. Lukt het? Wat doe je nou, Kees? Ja, ik ga wel zitten in de achterbak, joh. Ik zit al. Hoppatee. Hij is heel dichtbij. Succes. Ja, hij is lenig, hoor, Kees. Moet eens kijken, hè. Het is wel een beetje een koud ruggetje, denk ik. Lekker op het ijs. Jezus. Hé, hoe zit ik? Zitten jullie al? Wij gaan. Ga zitten, Annelies. Ik ben ook lenig. Ga zitten, Joey, Bert. Duurt even, ik zit. Nou, ik ga hem dicht houden. Gooi maar dicht, schat. Nou, jullie redden het wel, hè, achterin, hè. Weer. Ik heb alleen even mijn tas gelukkig nou, kun je die tas niet achterin? Nee. Geen schoon doen. Hij zit er goed, Joey. Zeker, daar gaan we in. Het lukt wel, hè. Het lukt wel, hè. Wij zitten heel lekker. Heerlijk. Je neemt ze mee, maar. Wat duurt het, Rietje? Twee minuten. Gaat hij dicht, Bert? Gaat hij dicht? Bert zit er niet. Nou, hoor. Nou, dan gaan we. Dan gaan we, hoor. Nee, ze zitten hartstikke lekker aan. We zitten een beetje lucht naar binnen halen. Weet je wat jullie allemaal gevreten hebben gisteravond? Knoflook. Jongens, dat lukt wel zo, jullie met die ijszakken, hè? Net, allemaal. Even, Bert, jij hebt ook een ijszak in je tas? Ja. Irma, twee ijszakken, jij? Oh, dat redden we wel, toch, vandaag? Het is koud, hè, daar is een zak in je nek. Is het zwaar, Kees, die ijszakken? Is het zwaar, die ijszakken? Met jou gaat het ook wel goed, hè, Irma? Zie ik. Mij hoor je niet klaar. Een tas op je rug en twee ijszakken. Ja, ik had ook makkelijk een ijszak kunnen dragen. Nou, het is weer een legendarische Fuikdag. We stappen op een andere haven in, want de andere haven zijn mijn kennis en vrienden verbannen. Omdat daar een auto te water geraakt is, buiten hun schuld. En nu lopen we met wat ijszakken. Kees, Annelies, Irma, deze kant op. En ik ben... Even kijken welke boot wij krijgen. Ik denk van mijn buurman en buurvrouw. Familie van de Poppen. Ja, ik heb één tas. Ik vind het wel genoeg. Ik ben geen 20 meer, hè? Hallo. Hoe is het? Goed. Heel goed. Happy New Year allemaal, hè? Happy New Year. Nou, er zijn ook nog wat mensen, zag ik, uit Aalsmeer. Nog wat andere vrienden. Van Ingrid en André. We hebben Tommy en Guus. We hebben André. We hebben Tanja. Nou, ik zie allemaal bekende gezichten, joh. Tom van Luling. En daar hebben we mijn grote vriend. Leuk, hoor. Nou, Fuikdag 2023. Ik zit hier samen op de jetski, samen met... Bradley. Kijk, ik moet er even uitzien, jongen. Het is niet normaal. En we gaan even filmen om jullie te laten zien thuis. Bijzonder in dat het is. Eén dag in het jaar. Goedenavond. En het is gigantisch druk, maar super cool. Kijk eens even, jongens. Ja, dit is toch geweldig. Hey, no.
niet in de vlog hoor, die kwam niet in de vlog. Ja, die komt in de vlog. Geen zin in. Wel nee, maar zit er wel in. Nee, en door. Nou, ik zit hier nog even in Curaçao. Het is de laatste dag voor ons. En onze Liesje is hier. En Liesje die ken ik al vanaf 1988. Toen waren we hier een keer met Paul de Wit. En met... wie was er nog meer mee? Jos. Jos Groothuis. En Liesje ziet er nog even stralend een jongen uit als altijd. Ja, en ik heb van de week ook nog de dochter gezien. Met je schoonzoon en je kindje. Mooie kinderen heb ik, hè? En ik heb hele mooie kinderen. Maar buiten dat kwam ook je andere dochter tegen gisteren. Pieter in het Mara. Geweld met Fuikdag. Tamara, wat leuk. Die zit bij de Rugby Federation hier. Die doet heel veel aan de sport, want die Bas, ja. Die sponsort haar ook. Leuk! Nou, dag mooi Lijnstijf, dag Chill, dag Hemingway, dag heerlijke zon, dag lieve dolfijnen. Ik zie jullie de volgende keer. Doei! Ja, hoor. Hartelijk dank voor de gastvrijheid. Ja. Frans-Jan, doe je voorzichtig. Je loopt wel even mee. Want dan kunnen wij niet op jou passen. Bedankt. De groet aan je vrouw en je lieve kinderen. Ik ben kinderen. Hoe is het, jongen? Goed, man. Dan moeten we weer gaan. Dank u, dank u. Oké, okay, ik zie je snel terug, oké? Okay? Er is een tijd van komen. Goed, er is ook een tijd van gaan. Tot ziens, vrienden, jolie. Dank u wel even. Ja, ik hou toch van de humor. Ik vind het gezellig. Heb jij nou een rugtas? Wie nou? He? Heb jij nou een rugtas? Daar ben ik meegekomen ook. Nooit gezien. Nou, goed gelukt. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.